Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe video. En zoals jullie al denk ik al weten aan de, ja, aan al die de andere video's. Nou, aan de titel hebben jullie al gehoord. Ik ga even wat dingetjes doen hoor. Ik heb eventjes wat dingetjes er nog opgelaten die ik er niet op moet laten. voor de rest is er dus een nieuwe unboxing review van een blaster. Waar ik maar één review eigenlijk van heb gezien. Ja, ik ga hem dus nu even openmaken snel voor jullie. Zodat jullie ook meteen weten wat het is. En ik had er maar, ik ging even opzoeken of er al mensen reviews van hadden. En ik kwam maar op één iemand uit. En ja, dat was Lord Triconical. En ja, dat is in ieder geval voor jullie heel erg bekend, denk ik, als je Nerf, als je al lang Nerf kijkt. Nerf reviews kijkt. En hij was nu ook uit Nederland. En als ik het goed heb, ben ik dus nu de tweede persoon die hier een review van doet. Nou, dat is voor de rest persoonlijke zooi. Dat gaat er niks aan. Voor de rest heb ik nog wat anders. En, dus deze. De Split Strike. Ik ga deze zo meteen lekker laten ontploffen. En daarvan heb ik eigenlijk, ja, ik dacht ik doe deze soort unboxing wel even. En daar had ik maar één review dus van gezien. En zo te zien zijn ze aardig groot voor wat het eigenlijk is. Dan zijn twee blazers in één en je kan ze aan elkaar doen. Ik heb voor €25 bij Intertoys dus gekocht. Zonder verzendkosten dus ook. En ik ben best wel benieuwd naar deze blazers. Ik heb een klein Nerf nieuws bij gedaan. Maar het was voor de rest niet echt goede beelden ofzo. Maar ja, laten we naar de box kijken. Het is een open face box. Voor de rest kan je dus de blazers aanraken en kapot maken. Voor de rest heb je hier gezien dat ze uit elkaar kunnen en in elkaar. Split apart for double blasting. Nerf Airstrike Elite, dit is een Elite blaster, geen Airstrike. Hasbro Split Strike, 8 darts, dus je hebt genoeg voor beide darts. Beide blazers om twee keer te, twee keer te reloaden. 8 plus, 2 blazers in 1. En hier zie je een gast die doubles doet en in zijn eentje dat doet. En voor de rest die Nerf. En ja. Voor de rest staat er hier nog 8 darts. 26 meter range claims. Het is de XD range claims. De Nerf. 2 blasters in 1. Split the 2 for a double attack. Combines the create 1 blaster. Nerf Answer Elite. Hoe je hem aan elkaar. Warnings. Hasbro. De blaster zelf. En hier staat dat. 40% zo. 25 tot 27 meter gaan. En 60% zal 24 meter gaan. Ja, dat is dus de doos voor de rest. En laten we nu maar gaan unboxen. Ik ga de camera een beetje even weer omhoog zetten. Maar ja, ik zag deze blaster dus op Intertoys. Want ik ging even kijken naar nieuwe blasters. En ja, toen zag ik deze. En ik dacht, die ga ik meteen kopen. En toen ben ik ook meteen gaan kijken van of er eigenlijk wel video's eigenlijk al van waren. Zodat ik wat informatie kon krijgen. Ik heb voor de rest de video niet gekeken, dus ik weet niet helemaal hoe deze blaster werkt eigenlijk. En ja, toen zag ik deze blaster dus en ik dacht, die ga ik meteen kopen. Want ja, het is dus een blaster waar tot nu toe ik zelf maar één video van heb gezien. Misschien zijn er ondertussen wel wat meer video's. Maar dat was gisteren dat ik heb gekeken. Nou, hier instructies. Die gaan we zo meteen wel bekijken. Ik weet niet waarom hier zo'n kartonnetje is geplakt, maar het zal vast niks bijzonders zijn. Zo. En dan kunnen we de blazers eruit halen, want het zijn twee blazers eigenlijk. En dan de darts natuurlijk. Want anders kunnen de blazers eigenlijk niet echt. Is het nutteloos. Zo. Kom op, ga eruit. Nou, ga ik wel even via de achterkant alles doen dan. Nu gaat hij nog niet los. Wat een irritant pakketje, zeg. Jezus. Oké. Zo. Het zijn toch normale liters zo te zien. Dus ja. Het zal voor de rest niet echt veel bijzonders zijn. Oké, dat is de blaster. Alles is uit de blaster nu. Dat was dus de doos en alles.
gewoon een normale leaddarts. Je komt er met 8 uiteindelijk. Voor de rest heb ik hier nog een waarschuwingsbriefje. En de instructies zelf. En ik ga zelf gewoon even een beetje kijken hoe dit allemaal werkt. En voor de rest kun je hem dus met deze 2 blasters. De handle is groot en op zich nog wel aan deze kant waar het echt gewoon in vorm zit, is het comfortabel. Maar aan de andere kant is het niet echt, echt comfortabel eigenlijk. De trigger is voor de rest wel fijn. Voor de rest is het wel grappig om te zien dat dit helemaal vlak is dan. En dan hier zo zit alle tekens op en zo. Dan heb je dus een blauwe en een witte blaster. Ik denk dat je beter dit kan doen. Je kan ze beter deze dingetjes aan de binnenkant van je hand hebben dan aan de buitenkant. Het zit wat lekkerder, kan ik je zeggen. Voor de rest hebben we hier nog een sling pointer zo aan zitten. Voor de rest hebben we built-in sights, zoals je zo kan zien eigenlijk. Voor de rest hebben we aan deze blaster, de witte kant, hebben we Nerf en Havers. Strike Elite. Voor de rest geen Havers logo. Nee, dat staat normaal nooit. Waarom zeg ik dat eigenlijk? Voor de rest hier de plunger en 2 darts kunnen hierin dus ook. En ja, voor de rest ziet het er wel gaaf uit. Gaat voor deze blaster. Prime is ja aardig. Het is niet heel erg krachtig of zo. Heel stil. Als je hem zo voelt. Het is heel stil. En op zich wel een krachtig gevoel eigenlijk. Dus ja. Voor de rest de blauwe blaster. Daar zit er waarschijnlijk meer op. Voor de rest heb je dus een blauwe blaster. Built-in sights. Nerf. Split strike en strike elite. 2 dart dingetjes dus. Op zich wel aardig dingetje. Hier heb je een switch. Voor wanneer de blaster in elkaar is, kan je deze flikken en dan kan je hem open doen. Dan zie je nog de plunger en zo. En ja, voor de rest zijn ze. Ja, voor de rest is dit gewoon zonde dat ze dat hebben gedaan. Ik wou dat dit ook gewoon vlak was anders. Of dat er een soort van bobbeltje zat dan. En ja, voor de rest zijn ze wel gaaf op zich om te hebben. Ze zijn best wel groot. Ze zijn groter dan de Firestrike in ieder geval. Een beetje de grootte van een Magnus is het ook weer niet ietsjes kleiner dan een Magnus. Nou ja. Even kijken hoe we voor de rest kunnen assemblen. Ik neem aan dat het gewoon zo gaat of zo. Even kijken. Nee. Even kijken. Oh. Even de switch. Oké. Dit dan. Van voor naar achter ga je. En dan zit er hier nog wel een soort van splitje waar ik bang ben dat mijn velden tussen gaat zitten, maar ik denk het niet. Voor de rest is de handle groot en comfortabel, zeker voor een grote, wel een hele dikke blazer kan je zeggen. Ziet er wel grappig uit. En voor de rest kan je nu ook dan een beetje als een, ik vond dit een beetje raar omdat er een splitter zit, maar dat maakt voor de rest niet uit. Voor de rest is die wel wat zwaarder. Prime is natuurlijk ook wel een stukken harder. Voor de rest heb ik ook een probleempje met als je in eentje wilt schieten. Soms druk je de ene trigger niet zo goed als de andere. En daardoor je soms dan, dat dus gebeurt. Maar je kan ook gewoon zo doen. Je kan gelijk en je kan single doen. Maar als ik dit doe, doet het pijn. Want de trigger is, ja, dit is een kort dingetje. Je zit eigenlijk best kort zitten om elkaar. Waardoor het wel wat irritanter is. Maar ja. Voor de rest is er maar aan één kant is deze switch. Dus niet aan deze kant, alleen aan deze kant. Waar ik problemen mee heb, want ik wil met mijn rechter natuurlijk gewoon doen. En daarvoor moet ik mijn duim gewoon echt helemaal eraf halen. Wat ik best zonde vind. Voor de rest staat hij wel aardig aan elkaar dan. Voor de rest kan je ook makkelijk met z'n tweeën. Je hoeft niet per se dit te doen eigenlijk. Je kan ook, je hebt deze hoekjes hierin zitten. Waardoor je ze makkelijk achteruit kan doen. Wat het ding op zich misschien wel sneller kan zijn. Maar ja, laten we de blaster nu dan firen. Ik heb denk ik wel genoeg gezegd. Best wel tight fit. Omdat deze blaster ook natuurlijk nieuw is. En je hebt natuurlijk nieuwe darts erin zitten. Dus ja. Goed, laten we naar de deur gewoon firen. Die andere gaan we dan wanneer ze in elkaar zitten gewoon. Laten we nu gewoon dit doen. Zo, primer. Wauw. Er zit een hoop kracht in.
Natuurlijk is de onderste wel wat slapper, kan ik je zeggen. Laten we nu in elkaar zetten. Wel een beetje een probleempje heb ik ermee. Het is, ja, het kan soms best wel tricky zijn op zich, als ik het zo eerlijk moet zeggen. Dus ja, maar ja, dat is hoe het is, hè. Zo. Oké, let's fire. Oh. Dat is al meteen een probleempje, vind ik. Oké, laten we nu weer fire. ik ga denk ik gewoon eerst tweede gelijk en dan gewoon single shoot en zo. Wauw. Wauw, het is best wel een sterke blaster. Ik denk dat het zeker wel met Elite Rangers gaat komen van zo'n 20 meter. Voor de rest is de blaster wel heel fijn. Het heeft wel zo'n verkeerde kant, zoals het met Switch maar aan één kant is. En zelfs als je een beetje links vastpakt, kan je het niet doen. Kan je gewoon de Switch niet echt makkelijk overhalen. Wauw. Dat vind ik heel zonde. En gesplit is de handle nogal oncomfortabel aan de binnenkant. Dus... Maar voor de rest is het wel krachtig en vind ik hem op zich best wel leuk. Ik zou hem op zich wel aanraden voor als je indoor op zich wel wilt vechten. Met z'n tweeën kan dit op zich wel best wel leuk zijn. En ja, ik zou hem voor de rest wel aanraden. Het is op zich wel een aardig prijs nog van 25 euro, maar op zich is die wel aan te raden. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Als het zo is, like deze video dan. En abonneer op mijn kanaal voor meer unboxing reviews en Nerf News en Nerf Combos en al die zooi. En ik zie jullie gewoon in de volgende video. Dit was Nerfboy. Goodbye.